Welkom bij de opleidingen gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Dit zijn de studierichtingen die wij hier bij Welzijn voor jullie aanbieden. We willen jullie graag wat meer informatie geven. En we willen jullie graag een locatievideo laten zien waarbij een aantal studenten je meenemen door de locatie. Dus kijk even mee. Welkom op MBO Rijnland in Gouda. Wij nemen jullie vandaag mee door onze school. Ik ben Jari. Ik ben Dennis. Laten we gaan. Gelijk om de hoek van de ingang is de informatiebalie. Je kunt hier terecht voor al je vragen. Ik ben het echt kwijt. We zijn hier in één van de drie garages van de opleiding autotechniek. Hier leer je alles wat je in de praktijk ook nodig hebt. Is mijn auto al een keer klaar? Bijna. Dit is de mechatronica opleiding. We doen hier alles aan robotisering en automatisering. En Dennis is aan het programmeren. Dit is de aula, hier kun je eten halen, je kunt hier chillen en een beetje studeren. We zijn hier in het theorielokaal van de bouwopleiding en ze maken hier hele mooie maquettes. Zo, dat is een klein huisje. Mechatronica valt onder technicus engineering, net als elektrotechniek en smart technology. Hey, lekker met die drone aan het spelen. En hier hebben we ook de VAVO. Ruikt het hier lekker? Ja, dat klopt. Dit is de bakkerij en patisserieopleiding. En wat doen jullie dan zoal? We maken brood en alles wat met broket te maken heeft. Okay. Iedereen? Ja, lekker. Broodjes, 2 voor 1 euro. Dit is onze horecaopleiding. Hier koken onze koks een menu en daarna wordt het uitgeserveerd door onze bedieningsmedewerkers. En nog een leuk feitje, dit is één van de 2 restaurants van MBO Rijnland. Die kan je dus ook gewoon eten. Bij het onderwijsservicecentrum kun je terecht voor extra begeleiding. En we hebben ook de opleiding haarverzorgingen. Goed. Dank je kort. Dit lokaal is perfect voor de opleiding schoonheidsspecialisme. Ook hier heb je de opleiding beveiliging en kun je ook in de praktijkstage lopen. We zijn hier in het praktijklokaal van de opleiding verpleegkundigen. En hoe gaat het? Wist jij dat hier trouwens een sporthal zat? Ja, dat is voor de opleiding in sport en bewegen. Oké, vet. Nou, het is nu al erg laat, dus laten we maar wat gaan eten. Ja, laten wij maar inderdaad even een hapje gaan eten. Gelukkig zit de bushalte achter school en zit de snackbar hier om de hoek. Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze rondleiding en ik hoop jullie volgend jaar te zien op school. Als het goed is, heb je nu een beeld gekregen van de locatie. We hopen dat je de locatie leuk vindt. Ik ga je nu wat meer vertellen over je stage. Dat noemen we ook wel de beroepspraktijkvorming, de BPV. Je loopt een lintstage binnen de opleiding. En dat betekent dat je 2 dagen in de week 3 jaar lang stage loopt. Je mag zelf een stageplek zoeken en wij kunnen je daarbij helpen. Zo hebben we contacten met meerdere organisaties in de regio. Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt. De doelgroep, maar misschien ook de locatie. Je wordt ook begeleid vanuit school om je stageervaringen bijvoorbeeld in de klas te bespreken met elkaar. Dat noemen we ook wel intervisie. Verder word je op stage natuurlijk ook beoordeeld. Maar die beoordeling doen de school en je stage samen. Wat verwachten wij nu van jou? We verwachten dat je een actieve leerhouding hebt en dat je een goede beroepshouding hebt. Wat we daarin van je verwachten, wordt natuurlijk ook met je besproken en dat wordt aangegeven op een formulier. We zullen je ook beoordelen met een voortgangsadvies en bespreken dan ook de voortgang met jou. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider, afgekort een SLB'er. En die begeleidt jou gedurende de hele opleiding en die blijft voor jou je contactpersoon. De school biedt ook extra begeleiding. Mocht je wat extra hulp willen met bijvoorbeeld plannen of persoonlijke ontwikkeling, dan hebben we het onderwijsservicecentrum. En zij kunnen je ook verder helpen met persoonlijke gesprekken. De studierichtingen die wij aanbieden in Woerden zijn de opleiding onderwijsassistent, niveau 4, en gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4.
Je zou bij de opleiding onderwijsassistent stage kunnen lopen op een basisschool, op een middelbare school, maar ook bijvoorbeeld op het middelbaar beroepsonderwijs. Bij gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je stage lopen op een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, maar ook op een integraal kindcentrum of ook wel de brede school. De opleiding in beeld. De opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent duren allebei 3 jaar. Deze opleidingen zijn opgebouwd in periodes van 4 weken. Nee, sorry. Ja. De opleiding in beeld. De opleiding onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch medewerker duren allebei 3 jaar. Ze zijn opgebouwd in periodes van 10 weken. En daar zijn er 12 van. Dus iedere 10 weken krijg je nieuwe lessen. Vanaf periode 2 ga je starten met de stage. En halverwege de opleiding ga je starten met de examens. Die worden zowel op je stage als op school uitgevoerd. Bij de opleiding onderwijsassistent heb je allemaal verschillende vakken. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan ontwikkelingspsychologie, communicatie, spelontwikkeling, methodisch werken, observeren, drama, beeldend en muziek. Bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je bijvoorbeeld denken aan ontwikkelingspsychologie, communicatie, observeren. Dat zijn dezelfde vakken. Maar je hebt ook kinderziektes, pedagogiek of bijvoorbeeld voorlezen of beeldend en drama. Voor beide opleidingen krijg je generieke vakken. Bijvoorbeeld Nederlands, Engels of rekenen. Daarnaast krijg je ook burgerschap en loopbaan. Je krijgt ook beroepsgerichte vakken. Bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, methodisch werken, observeren, communiceren, muziek, drama en beeldend. Bij onderwijsassistent kun je ook denken aan vakken als didactiek, leerproblemen of schrijven. Bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je denken aan vakken als omgaan met kinderziektes, EHBO, voorlezen en vertellen, ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. De kosten. Aan elke opleiding zijn natuurlijk kosten verbonden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan je laptop, de licenties die je nodig hebt voor het online werken en de boeken. Er zijn ook opleidingseisen verbonden aan de opleiding. Dit betekent dat je een bepaalde vooropleiding moet hebben. Deze eisen kun je terugvinden op de website. Mocht je je nu willen aanmelden voor een van de 2 opleidingen, dan zijn we daar natuurlijk hartstikke blij mee. Meld je dan aan op de website. Wil je meer weten over de voorlichtingsactiviteiten, bijvoorbeeld een meeloopdag of een open dag, dan kun je daar ook op kijken. Mocht je naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, dan kun je die mailen naar info@mborijnland.nl. Bedankt voor het kijken en we hopen je te zien.